Chucky, de CD die we op dit moment moeten checken van jou is de Dirty Dutch 2008 versie. Ja, is de Dirty Dutch 2008 compilatie. Elk jaar met het feest gaat er een CD gepaard natuurlijk. En deze gaat echt heel hard. Staat echt super lekkere tracks op heel veel eigen producties en remixes. Ook van bekende artiesten zoals Sunry en Ryan natuurlijk. Zijn inmiddels niet meer weg te denken. Check ze ook, hè, op de Dirty Dutch Aftershock. Sunry en Ryan, 3 uur set. Gekke huis, jongens. Maar hoe kunnen we ze checken als het al is uitverkocht? Wat moeten we doen dan? Jullie staan toch op de medialijst, of niet? Oké. Maar ik dacht alle mensen die meeluisteren op dit moment. Dat je niet zo'n gevoel hebben van, hartstikke leuk die Dirty Dutch Aftershock. Maar hoe kom ik daarbij? Als het goed is, de mensen die nu meeluisteren hebben al een kaartje. Dus dat zit wel goed, ja. Okay. Maar hoe groot kan Dirty Dutch nog worden? Ik bedoel, het wordt steeds groter, het gaat uit zijn voegen. Steeds eerder uitverkocht. Wat is de volgende stap voor je? De volgende stap is heel logisch natuurlijk het buitenland. We hebben al aanvragen gehad uit de landen waar tracks van mij uitkomen. We hebben ook aanvragen uit Amerika bijvoorbeeld, Engeland, Duitsland om Dirty Dutch daar te doen. Maar we doen voorlopig voorzichtig aan en gewoon zorgen dat het in Nederland gewoon blijft kloppen. En dat we ons ding blijven doen zoals we het echt willen doen. En dat we natuurlijk ook veel nieuwe artiesten lanceren. Weet je, ook proberen jongens en Sonny en Ryan natuurlijk ook een boost te geven. En Afrojack hebben het ook gedaan natuurlijk. Dus we proberen gewoon hier sterk te blijven en kijken wat de kansen voor ons zijn. In het buitenland. Is het te gevaarlijk om te snel naar het buitenland te willen? Want je zegt, we doen voorzichtig. Nou, je ziet het wel heel vaak dat DJ's zeg maar naar het buitenland gaan, maar dan op een gegeven moment verliezen ze hun basis hier in Nederland. En dat is toch wel een beetje jammer, weet je? En dat willen we natuurlijk heel goed vasthouden, want uiteindelijk slaap je en woon je hier. Ja, woon je nog steeds in Den Haag eigenlijk? Tuurlijk, Den Haag, je weet. It's still your city. Yep. Ik hoorde namelijk dat mensen in de Aftai je binnenkort weer kunnen bewonderen daar. Oh ja? Ja, dat weet mijn boeken wel. Het is op dit moment zo hectisch met alle producties en mijn eigen label Dirty Dutch Music dat ik echt niet in de gaten heb wat er met mijn agenda gebeurt. Wat komt er verder uit onder Dirty Dutch Music dan? Met welke mensen ben je daar bezig? Heel veel artiesten. Er is nu een DJ promo mailing uit van Sunry en Ryan. Er komt een nieuwe teamsong uit van de Aftershock komt eruit. Natuurlijk wat nieuwe producties in het voor de zomer en na de zomer van mezelf. Dus dan genoeg om in de clubs helemaal gek te doen. Doop, Chucky, je blijft hier nog even chillen. We gaan Tuurlijk. Even luisteren naar een stukje van Don Diablo. Dan krijg je mee wat voor feest het hier is. Oké dan. Here we go.